Ja, ja, hier is Vissy weer en welkom natuurlijk bij Wedstrijd van de Week. En vandaag gaan wij spelen Heerenveen PSV. En dat is de eerste keer eigenlijk dat we deze serie in ieder geval doen met FIFA 17. Ja. Want we begonnen natuurlijk met FIFA 16, lijkt me logisch natuurlijk. En nu FIFA 17. PSV, Heerenveen. Dat is wel leuk trouwens dat we ook nu de andere clubs uit de Eredivisie kunnen. Ja, ik kan niet wachten tot bijvoorbeeld Sparta Feyenoord of zo. Sparta Feyenoord, ja. Ja. Die gaan we dan doen, denk ik. Toch? Ja. Is toch altijd al een speciale wedstrijd, vind ik dat. En ik wil jou wel zien, als ik dan met Sparta score, of je dan zeg maar de Sparta-mars kan vinden. Oké. Dus je daagt me eigenlijk uit, hè? Ja, maar dat komt later pas. Okay. Maar ja, dan moet het niet de PSV volgen, ook gewoon ook tegelijk met Ajax PSV zijn of zo, dan hebben we een probleem. Nou doen ze beide. Kan ook nog, hè? Als het echt iets speciaals is. Maar in ieder geval, Heerenveen PSV, laat achter bij de comments wat de wedstrijd gaat worden. Toch wel een leuke wedstrijd, want Heerenveen is eigenlijk aan een goede reeks bezig in het begin van deze competitie. Daar zou ik zo zeggen, eerst 2-3 wedstrijden waren niet goed, maar nu hebben ze een goede reeks. En PSV, ja, is gewoon de nummer 3 op dit moment. Ja. Dus op doelsaldo Ajax nummer 2. Dus het zal wel een leuke wedstrijd worden. Maar laat in ieder geval dus bij de comments achter wat het gaat worden. En wij gaan over naar de wedstrijd. Het Waldstadion zit er wel weer in, ja, inderdaad. Oké, nou. Heerenveen, PSV. Dit is begonnen. Nou, tweede wedstrijd die we tegen gaan spelen. Ja, we hebben echt net die ene wedstrijd die jullie dus op donderdag hebben gezien. Die hebben we net gespeeld en nou neem meteen de volgende op. Wij hebben altijd opnamesessies. Dus ik weet nu dat ik even op een pas met Cornes. Ja. Oh. Oh, lekker. Nou, scheids. Dat is gewoon geel, hè? Dat is geel, want dat is een veelbelovende aanval. Dat wou ik net zeggen. Want ik ben gewoon wel ver. Nou, zie je, ze laten niet eens zien, dus dat is ook wel genoeg. Nee, ik heb hem doorgedrukt. Ja, we mogen gewoon echt weer weinig genomen. Ja, die komt aan. Hey, what the fuck? Hey, nee! Ja. Dit is zo'n afvallende bal. Dat is zo irritant. Dat kan niet altijd niet. Nee, ik ben niet echt. Dat kan niet altijd. Kijk, heerlijk doel. Mooi uitgespeeld. Jezus. Afvallende. Gaar. Stijntjes. Ik heb nog geen inworp gehad, hè? Weet je dat? In anderhalf wedstrijd. Serieus. Want jij hebt elke keer de inworp. Ik zit te kijken hoe ik dat moet doen eigenlijk nog met dat lopen met die bal. Aan de... Oh! Hey! Oh, recht een stikje doen. Gewoon lopen. Oké, begrijp ik wel. Maar ik bedoel hoe dat eruit ziet, zeg maar. Qua... Nou, zo. Oh, je hebt geen animatie gewoon echt erbij, hè? Voor ja, jezelf, hè? Maar je kan ook zo met de vrije trappen en penalties. Kan je ook zelf je aanloop nu zeggen, zeg maar. Oh, dat is beter. Dus dat je gewoon een paar stapjes in moet. Nee! Dat is geen overtreding, scheids! Dat is gewoon een bal! Kom op, door! Nee, man. Niks aan de hand. Gewoon een gesprekje. Oh, maar dat is wel goed, hoor. Ik was echt even bang dat je gewoon voor elke overtreding tegen geel. Ja, het was wel in FIFA. Ik vond dat je FIFA 16 sneller geel kreeg. Nou, je krijgt misschien wel in FIFA 17 sneller rood, maar dat is een ander verhaal. Komt-ie. De eerste poging. Veel te hard, denk ik. Nou, dat was toch een grote kans. Dit bedoel ik. Ik deed gewoon niks anders wat ik normaal deed. Wow! Hey, wow, ik gleed helemaal verkeerd. Ik neem ook behoorlijk te hard als ik even ben. Hey, Hendrik is ook weer fit. Je hebt ook spelers opzet die eigenlijk geblesseerd zijn. Nee, scheidsrechter! Oh, nee, dat was niet goed. Oh, dat was die tackle van eerst, ja. Nee, dat was niks. Wat is dit nou, zeg? Maar is het voor mij dan? Oh, je geel, ja. Nee, weer waarschuwing, nee. Scheids. Ja, gewoon waarschuwtje. Het is een keer afgelopen. Nee, we kunnen ook gewoon normaal praten, weet je? Met die scheidsrechter. Ik ben gewoon rustig nu. Ik krijg hem tegen geel. Nou, wie vind je fijn te spelen? Ajax of PSV? Heeft nu alle twee gespeeld? Ja, ik kan wel zeggen Ajax, want die hebben 2-0 gewonnen. Maar dat is een beetje oneerlijk natuurlijk. Oh. Ja, gewoon mooi bal. Mooi bal. Mooi bal. Nou, gelukkig geen blundertje dit keer. Dat is altijd lekker. Dit. Maar hoe kan het nou? Ik vind Heerenveen fijner spelen dan standaard lui. Hey! Dus als ze de ballen gewoon even aankomen, dan is het echt gewoon prijs schieten.
verdediging. Nee! Nee! Niet weer! Niet weer! Twee keer! Fuck dit zeg! Dat is echt een kut jongen. Afvallende bal, dan goal tegenkrijgen. De keeper heeft moeite ermee, hè? Dat valt me ook in de demo. We zien nogmaals het oefen. Dat is pijnlijk voor de keeper. Trouwens een onmogelijke goal ook nog. Ja, ook gewoon die redding, ook echt heel goed. En daarna is het gewoon easy inschieten. Het zal gewoon nog iemand bij de bal staan. Bij de paal. Ja, ongewijzigd? Ja. Heb je Sim de Jong wel op de bank of niet? Ik heb geen flauw idee, ik heb niet op gelet eigenlijk. Zo! Oh nee! Ja, nou moet hij in het veld. Zag je het? Ja, die hebben een rood kruis in beeld, ja. Wat hij gaat doen. Oh! Nou, ik viel expres het niet aan, dat is ook lullig. Dan heb je opeens. Goed geanticipeerd en de paas eruit gehaald. Nou, kom op, dat ze bal moet gewoon aankomen, dat is echt zonde. Nee, naar Zing. Godverdomme. Godverdomme! Ja, dat komt door de blessure zeker. Ja! De ruimte is klein, dus spelen ze de bal geduldig rond. Ja, op de bal kan er weinig van zeggen. Knap ingegrepen, inbord. Hallo, wissel? Was dat? Was de wissel? Oh ja, oké. Okay. Oh, dit kan een kans worden. Goed verdedigd. Corner voor niks natuurlijk. Komt-ie. Lekker hard. Nou, het is echt makkelijk inderdaad, als je vorige aflevering zei. Nou, wat is dit? Hij schiet hem ook gewoon. Ziet er gevaarlijk uit. Oh, keepertje. Wat is dat voor voorleggen? Nou, kom op. Zo, scheids! Scheidsrechter, kom op dan! Nou, dat is echt bullshit toch, of niet? Nee, dat is echt hard op de bal. Die tackle was... Nee! Ja, kom aan! Pak die bal op! Pak die bal op! Oh, je doet even de rugby, Ja, dat per ongeluk. Ik druk er een knop in. Kom op! Ja, het is veel druk. Oh, er valt nog iemand links, zie je dat? Ja! Dat is mijn standaard ding. Gewoon even ik proberen nog te... Zo irritant dit dan. Dat ga ik zo vaak gebruiken omdat het leuk is. Oh nee! Oh, dat is perfect! Alleen omdat ze hoge druk. Waarom daar naartoe? Komt in de test van Amersfoort. Nou, dat was toch een grote kans. 65 reten dit, ja, dat is gewoon gelukkig zijn. Hè. Guardado. Nou, lekker. Raket erin. Ja. Nee, waarom ga ik eruit? In zijn veld. Kom op. Dat is zo irritant. Nou, heel slecht de bal weer. Oh nee, oh, hij heeft een buggel dan, dat je achterliep. Loop tegen die verdediger op. Wil je van me afblijven als je verdedigt? Ja, hallo, mag ik verdedigen? Oh, ik had hem al gezien. Oh nee, dat voetje! Kom, oh, come on! Ja, er is geen ruimte, dat is oké. Ik moet er mensen bij lopen. Programma jat. Hoi! Oh, ik dacht, erin zat. Ja, hij ging dicht op het paaltje erachter. Nee! Ik moet rennen uit. Wie weet levert dit een kans op. Nee. Dit biedt kansen. Komt op. Ja! Come on! Come on! Oh! Dit was echt een wereldpaal zitten. Oeh. Ja, ik kom er niet meer tussenuit. Creëert weinig, gaf te veel weg. Fantastisch teruggekomen. Het leek een onmogelijk. Dat kan nog wakker schudden. Nu. Hij komt nu op nah. Een afstand dat hij kan gaan schieten. Maar op tweede helft loopt die kut voor het ding al niet meer. Wat gaat hij doen? Programma Jats. Oh lekker. Laat hem maar hoe ik heb met die bal. Komt ie. Harde corner. Nee! Nee! Oh, ik raak hem aan denk ik. Ja, kut. Dat was een kopbal van mij. Even weg die bal. Wat is dit nou? Ja. Tijd, dat is een blessure tijd.
What the fuck? Ik heb gewoon 2-0 voorsprong weg. Come on! Ho! Oh. Ha! Huh. Oké! Okay. Ja, daar ook geen mooie goals, daar niet van. Dat. Even balbezit, even tackles. Even. Nou. Ja, ja, het is eigenlijk. Zonde, er zat echt meer in voor mij. Maar ja. Nou, 2-2. Ik denk dat het wel een gunstige uitslag is voor Ajax bijvoorbeeld. En voor Feyenoord natuurlijk. Ajax is er maar winnen tegen Utrecht. Maar... ja, Ajax speelt wel thuis. Maar thuis om half. Ajax, ik heb nog gekeken. Ajax moet elke keer om 12:30 smiddags thuis tegen Feyenoord. Utrecht. Dus ja. Ajax moet altijd thuis om zondag om 12:30 tegen Utrecht. Ja, maar elk jaar. Dat het een risicowedstrijd is. Ja, elk jaar. En Ajax speelt gewoon nooit goed om 12:30. Dus. 12:30 syndroom. Ja, nee, maar het is echt zo. Moet maar kijken, het verliest heel veel punten erin. Nou, vergeet in ieder geval een like te geven. Dus laat bij de comments achter wat de wedstrijd gaat worden. Tot de volgende keer. Bye bye. Later. Tot dan.